Ja. Zo moet ik er een beetje op lachen, ja. Niet, dus niet zo, nee, maar een beetje dit zo. Ja, zo moet ik erom lachen. Ja, om al die media, zeg maar, zogenaamde serieuze media, die zich nog harder gaan aanstellen dan die linkse politici. Want die hebben we net allemaal gehad. Al die deden allemaal bassie na, allemaal huilen. Die waren allemaal depressief. En ja, nou, toen hebben we die hele verhandeling gehad in de Kamer, hè, met dat formatieakkoord. En daar zagen we dat Wilders, wat je er verder ook allemaal van vindt, die bleef soeverein overeind. Ja, werkelijk. Geen vuiltje aan de lucht. En wat zien we nu weer? Dat zet ze nog veel meer irritatie. Ja, bij links, maar dan vooral ook bij de zogenaamde serieuze media, grachtengordel, moet je dan denken, die zich ook allemaal links opstellen. Ja, en dan noem ik bijvoorbeeld Parool en Trouw en Volkskrant en de NRC. Dat zijn allemaal van die jongens die zichzelf heel serieus nemen. En die gaan allemaal tekeer tegen de PVV, kolompje achter kolompje, en maar afzeiken die handel. En zelfs Frans Timmermans maar ingezonden stukken sturen naar de Volkskrant. En hoofdredactioneel over hoe moeten we ons nou opstellen. En het is inderdaad, wat ik al zei, een beetje zo om te lachen gewoon. Jongen, die maken zichzelf zo onsterfelijk belachelijk. Ja, en vooral omdat ze hebben het dan altijd over populisme, PVV'ers, rechtspopulisme en zo. Nee, wat zij dan doen. Al die kranten, alleen maar spreken voor eigen parochie en hun boodschapje maar herhalen. En dat is het populisme, maar dan op links de top, vrienden. Ja, nou, het is een giller. Het is maar goed dat jullie en ik, hè, wij eigenlijk geen abonnement hebben op die onzin.